Maar het is staat. Dan lauw. Oh, nee, ik ben. Snelste achtbaan ter wereld. Kijk dan. Vom. Romy, you look very beautiful. Dikke 80ste C brommert. How are you? Hello, good. Hello. Maaskantje. Wauw, de grootste moskee ter wereld. Wauwie. Oh, dit is heel eng, dames en heren. Kijk dit. Moet je kijken wat er op bed staat. Met die enge pop op het bed. Hè? Arabische McDonald's. Je kunt zelfs een banaan hierin. Hallo. Kijk hier buiten in die moskee. Dona SP3. Oh, wow, gas. Alice, 6 uur 's ochtends in Dubai. En vandaag gaan we naar de snelste achtbaan ter wereld. In Verraak. Kijk, dus dit is ons ontbijt allemaal. En hier hebben we een heerlijk omelet ook wel voor het gemaakt. Het is een wonder. Ze hebben gewoon croissants eindelijk een keer. Ik ben mijn levende ochtendziel naar een broodje toast aan te kijken. Ik kan echt niet wakker worden. Het is zo goed. Ze hebben gewoon heel vaak in het buitenland gewoon net niet het lekker ontbijt dat we in Nederland of Duitsland gewend zijn. Ze hebben lekkere broodjes en alles. Het is heel veel. Wat is dit? Nana brood. Ja, dit is nog wel lekker. Maar dit bijvoorbeeld. Ja, dit is aardappelpuree. Ik kan echt niet in de ochtend eten. En dit is diarrhea zijn. Oh, kijk, shout out to you, my man. Thank you. Shout out naar die kok. Echt wel een helder zat. Kijk eens aan, mijn ontbijt voor vandaag. En we gaan vandaag naar Abu Dhabi. Dus dat is echt wel lijpe shit. Dat is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Landen. Emiraten. Emiraten, ja. En daar is onder andere de grootste moskee van de Verenigde Arabische Emiraten. En de snelste achtbaan. Heb ik. Daar komt een losgeslagen roestbout aan. Good morning, baby girl. I love you. Ik ben dus al een keertje eerder geweest in de snelste achtbaan ter wereld. Kun je je nog herinneren dat we gewoon een bril op moesten zetten in die achtbaan? Ja. Die achtbaan gaat zo hard dat als je gewoon normaal geen bril zou op hebben en er komt een insect dat die gewoon rechtstreeks door je hersenpan in gaat. Nou, jij wel het voordeel dat die en ook door je hersenen. Boody, slaap lekker. Er is een snake in mijn boom. Slaap lekker en ik zie jou vanavond weer. Let's go. Het is 1,5 uur rijden, lekker door Dubai heen, door de woestijn naar Abu Dhabi. We hebben echt maar 2 uurtjes geslapen. Maar we zijn om 2-3 uur s'nachts naar bed gegaan. Oh my lord. Maar alles voor de Indian street food. Ik heb zo'n pak natuurlijk hier gekocht. Ik baalde er zo van dat ik mijn shite pak niet mee heb. Dat was helemaal wit met een tulband en alles erop en eraan. En dat was ook puur voor de zon heel fijn. Dat was ook perfect iets om hier aan te hebben. Omdat je wel natuurlijk lange kleding houdt. Ja. Oké, dames en heren. We zijn aangekomen op locatie. Dit is een van de grootste moskeeën ter wereld. Hoort van één tot grootste moskeeën. En we gaan ons eerst even aankleden. Ik vind het jammer dat ik mijn shite pak niet bij je heb. Dat was ook puur goed voor lange kleding. Want we moeten natuurlijk even lange kleding aandoen. En dat was gewoon puur voor de hit hier in zo'n Arabisch land. Echt perfect geweest. Dus ik ga hier even lekker van korte broek naar lange broek. Oh, dit is een chocoladefabriek hier. Moet je kijken dan, wat ziek dit. Oh, hier wordt chocola gemaakt, gast. I'm in love with the chocolate. I want chocolate, please. We lopen dus nu richting de moskee. En zoals jullie zien zijn we eerst soort van in de mal. En dan komen we buiten en dan, oh, daar is een mooi plaatje dat er staat. Niet normaal. Ik vind toch die Arabieren hier voor me. Ik vind dat zo lijp eruit in zo'n pak. Dat ziet er gewoon van achteruit van die rijke bastard, jongen. Die olie, een partij olie. In de achtertuin hebben waar je u tegen zegt. En meestal heb je hier in Dubai bij zulke mensen. Daar waren de opa's gewoon schapen herbergers. Die gewoon op de berg zaten met schapen en alles. Waar de grootouders dus olie hebben gevonden. En wat, waar hun dus nu in een fucking paradijs echt leven in Dubai gewoon. Ik heb wel echt water tekort man hier in Abu Dhabi. Ik denk niet echt aan mijn water. Ik heb altijd hoofdpijn en dorst en dat. Kijk, hier staat het ook dames en heren. Dit is een al de lout. Je mag je armen niet laten zien. Geen haar en geen benen zeg maar. Kijk, ik heb ons dembo gewoon naar binnen. Want wij zijn helemaal. Ja, bedekt. Hoe het mag. Romy, you look very beautiful. Die groene staat jou wel het moois met je haarkleur en alles erbij. Hij is wel leuk, hij staat jou echt leuk. Nou, Romy gaat zich even klaarmaken voor de moskee. En dan kunnen we eindelijk de moskee. Die ziet er ook heel mooi uit, man. Sorry. Ga nou bij.
Auw. Oké, nu heb je urine. Nu zijn we klaar, ja? Jawel, ik heb pijn. Zie je? Auw, grote bul. Wauw, de grootste moskee ter wereld. Eén van de grootste. Wat ziek, jongens. Dit heet dus de Sheikh Zayed Moskee. En het is echt een enorme moskee, zoals jullie zien hier. We hebben mooie foto's van Marilyn. Je staat er als een toerist bij. En jij dan? Beter als... Ik draag geen sandalen. Beter. Jongens, ik vind dit zo'n mooie moskee. Maar wacht even tot we daar binnen zijn. Dan hebben we echt zo mooi daar binnen. Dus stay tuned voor dat. Dat is echt heel mooi. Kijk dat water daar ook aan. Wauw. Dit lijkt op de ingang van de palm hier. Kijk, mensen worden hier overal weggestuurd. Omdat je hier niet echt... Je mag niet bij het water een selfie nemen. Nee, binnen weer wel. Nee. Hun houden elkaar vast. Ja, dat is het, ja. Kom hier binnen. Wat prachtig, gast. Dit is echt heel prachtig hier, hoor. Dit is echt heel mooi gebouwd. Zo, dan kom je hier buiten. My god, zeg. Dit is niet normaal, jongens. Kijk hier buiten in die moskee. Dat is echt zo groot en zo mooi. Hier staat het ook. De domes. De Sheikh Zayed Grand Moskee included 82 domes. Dus 82 domen. Of allemaal sizes. Dus 82 van die bollen heeft deze moskee. Maar moet je eens kijken dan. Wat een ronding hier allemaal, gast. Ik moet zeggen, dames en heren. Het is hier zo fel met de zon. Het is hier zo wit en zo mooi alles neergelegd. Ik kan gewoon niet kijken. Zo fel is het hier. Wat een omheining hier, jongens. En hoe ze dit hebben gebouwd, echt respectvol. Maar niet normaal. Je hoort ook nu dat het bidden, zeg maar, bezig is hier bij de moskee. Oh, zelfs de toiletten hebben ze hier echt heel mooi gemaakt. Er zijn hier toiletten en daar zijn dus wastafels. Daar kom ik zo even bij, maar het is echt heel mooi gemaakt. Wauw, moet je hier kijken. Echt mooi hier. Oh, moet je eens kijken hier. Van de pilaren ook allemaal. Wat mooi hier. Ik vind het gewoon echt knap hoe ze dit allemaal hebben gemaakt. Moet je eens kijken. Per pilaar gewoon zulke mooie vormen allemaal erop. Ja, dat is echt niet normaal. Kijk, we zijn hier nu van de zijkant van de kant. Eerst waren wij dus daarvoor. We hadden een uitzicht op daarvoor. Nu zijn we dus van de zijkant. We lopen er helemaal omheen en dan hebben we alles heel mooi op beeld gehad. De International Dome Design. Hier staat dus ook iets nieuws op. De dome, zeg maar. Dus die bollen die jullie allemaal daar zien. Daar is dus van... Daar zit Marokkaanse kunst in. Hoe dat ook is gemaakt, zeg maar. Van binnen. Wat hier dus staat ook. Kijk, dit zijn dus ook de normen en waarden voor als je zo'n moskee zou bezoeken. Je mag natuurlijk geen vlaggen, niet zeg maar knuffelen of aanraken. Geen maskers, geen teddyberen. En ook geen peacebeweging of iets maken. En dat zijn dus eigenlijk alle regels en normen en waarden bij een moskee. Oké, we komen nu in een hele mooie ruimte. Wauw. Dit is heel mooi. Kijk die lamp al alleen. Niet normaal, joh. Hoe duur denk je dat zoiets zou kosten? Het is dus de mihrab. En kijk eens aan de lamp hier staat, jongens. Wat een hal hebben we hier, zeg. Niet normaal. Dit is dus de gebedshal hier. Die lamp, dat is niet normaal hoe groot die is. Dat is echt niet normaal. Hier hebben we de klok of de Grand Moskee. Kijk dan, heel vet. Nou, ik moet zeggen, het is echt een hele mooie hal hier. Ze hebben het heel mooi neergezet wel. Ik zie hier wel heel veel mensen echt de regels overtreffen en gewoon negeren. Ik hou me natuurlijk aan alle regels, alle normen en waarden. Ik plaag Romeo bijvoorbeeld niet. Ik probeer bijna drie keer stiekem te laten halen. Ik wil het zoveel mogelijk heel mooi hier allemaal op beeld hebben. En dan worden we echt ja, iets heel moois van hebben. Mensen letten daar niet op, maar ze kijken hier zelfs aan de bovenkant. Hoe lijp dit is. Is ook lijp hier, hoor. Ja, daar kijk je niet naar. Mensen kijken alleen naar voren. Maar als je ook hier naar boven kijkt, dat is ook abstract en gewoon echt ziek. Hoe dit allemaal is gemaakt hier. Wow, ik kom nu al binnen. Dit is gaaf, zeg. We hebben 1, 2, 3 lampen achter elkaar. Maat. Ik vraag me af hoe ze zo een hele hal hebben kunnen neerzetten. Dat moet een constructie zijn geweest hier. Dit is gewoon Romy's tweeling. We hebben hier een groene en daar een groene. Dames en heren, nog één fun fact. Daar binnen staat het grootste tapijt ter wereld. Van de Guinness World Records is daar heel helemaal geverifieerd. Dat is niet normaal. Er staat 5 kilometer aan tapijt. Ik mocht daar helaas niet filmen, dus daar ga ik dan ook niet filmen. Maar dat is echt niet normaal. Wauw. Dikke 80 cc brommert hier. Oh. Wij doen Escape the Matrix. Iedereen zit hier op een loopband. Wij gaan hier op de voetpad lopen. Dus dat is escaping. Zoei. Kijk eens aan. Dallas Blauw. Hoe mooi dit is. Dit is gewoon een stukje Nederland. Ook. Heb je gezien? Deze moskee is gebouwd in 1996. Echt? Ja, en Queen Elizabeth, Prins Charles zijn allemaal hier geweest. En de paus is hier geweest. Oh, ik wil zo'n ding hebben. Wauw. Ik wil zo'n muntje hebben. Gas, Kast, kijk wat een rij hier staat voor de McDonald's. Niet normaal, joh. Een Burger King hoedje, ik wil dat ook. Laat hij mij vol flikkeren. Dat is ja, zo Iri. Is dat Iri? Wat is Iri nou? Side eye, side eye. Wij gaan Buckstar nemen. Rappuccino on the way. Voedselvergiftiging salmonella on the way. Kijk eens aan, dames en heren. We zijn bij Heaven aangekomen. Subway on the way. En ik wil Subway cookie. Subway cookie. White chip macadamia nut. Nut. La 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 la. We hebben Nederlandse frozen yoghurt. Frozen yoghurt. En Dubai frozen. Abu Dhabi zijn we trouwens. La 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 la. Frozen yoghurt. Frozen yoghurt. Welkom bij te veel suiker in je lichaam. Oh, kijk eens aan. God, man, nu dit is lekker, gast. Wauw, wauw. Wauw.
Today, I'm gonna show you how to get some frozen yogurt. Ze hebben wel heel veel Nederlands dingen ook. Daar, speculoos, dat is toch Nederlands? Haha, Nederland moet ons territorium meer gaan dekken in Abu Dhabi. Dit is gewoon een Nederlands softijsautomaat. Is dat gewoon biscuit? Crispy crepes? Kinderchocola? Biscuit again. Lekker. Ik ben helemaal blij. Kijk eens aan, jongens. Oh mijn god, welkom bij suiker te veel. Ik vind dit torentje niet leuk. Goed af. Dit is dus de baas van Abu Dhabi. Hele mooie Tinderfoto. OnlyFans. Hey, ik heb wel mensen respect voor die gasten, jongen. Die zijn rijk, jongens. Die hebben een olie waar je u tegen zegt. Maar wij hebben een Thomas. Zoei. Dames en heren, de snelste achtbaan ter wereld. Bouwen en dan gaan ze dan dit verkopen zo, ja, al die flats. Maar in Dubai hadden ze hele grote torens, maar hier is niet zo'n toren achter. Dit is mooi hoor, daar het strand en wauw. Ik ben in love. Moet je nagaan, je bent een student en je komt gewoon uit Dubai dan. Hoe lijp is dat? Ik heb gewoon allemaal altijd jouw afstoot, nou, niemand luistert. Echt, ja. Rot op jij, kom. En weer Manchester City in de Dubai Mall, super nice. Ja, kijk ik wel. Dames en heren, we zijn dus bij Ferrari World aangekomen. Snelste achtbaan ter wereld gaan we nu momenteel in. Die heet Formula Rosa in Ferrari World Abu Dhabi. Dus let's go, dit gaat zo dik worden. Abonneer voor meer, het is gekke content, let's go. Ferrari shop. Hier is dus allemaal Ferrari merchandise. Do you have Lamborghini merchandise? Ik durfde hem niet aan te kijken. Ik wou die grap maken van ik wil Lamborghini merchandise, mijn naam. Oh, wie. Jongens, als jullie van de plattegrond zien van Ferrari World, zit er ook echt Ferrari paardje op Google Maps. Zo ziet dat eruit. Moet je kijken wat de constructies hier allemaal hebben gemaakt. Niet normaal, jongen. Oh, dikke Formule 1 wagen. Dat is sexy. Ja, love it. We hebben zoveel geluk, maar ook weer niet. Er staat closed attraction. Mission Ferrari en Flying... Ach nee, weet ik veel wat daar staat. Maar dus niet alle attracties zijn open, maar de snelste wel, hè. Yo, dit is wel even janky, jongen. 100 euro per ticket. Hallo. Ja, ik heb voor ons twee betaald. En twee attracties gesloten en 100 euro per ticket. Dames en heren, laat even een like en abonneer aan. Ik ben bankrupt. Oké, we gaan door de entree heen. En kijk eens aan. We are in Ferrari World. Wauw. Lamborghini SVJ. De Monza Spy Ferrari. Wat een dik ding, jongens. Oh, daar gaat een achtbaan, dames en heren. Oké, de snelste achtbaan bewaren wij voor het laatste. Stay tuned voor dat. Dat gaat ziek worden. Je moet er zelfs een bril op hebben. Want anders als er een sec door je bakjes heen komt, dan is het niet meer gestopt. Oeh. Ferrari Daytona SP3. Oh. Nou, kijk deze twee ouds op de muur. Ik vind helemaal mooi. We like Lamborghini. Zo, de knettering. Moet je kijken, hoor, daar gaat gast. Helemaal tot daar achter, maat. Holy tietemaat. Jongens, deze is zo lijf, gast. Oh. Ja, ja, en hier begon het al met de scootermonteur en alles. Hier ging ik toen, volgens mij, toen was ik 14, ging ik aan banden wisselen. Flashback. Ja, mooi jongen. Jong geleerd, oud gedaan. En ik ben nog steeds een beunhaas. Oh, Pirelli bandjes, die heb ik nog nodig voor de zipanes. Ja, we gaan binnenkort ook misschien een Descartes project doen met dikke crossbanden eronder. Dat is ook wel lachen. Ik vraag me af of die Formule 1 drivers hier wel in hebben gezeten. Sowieso wel, dat moet wel. Maar ik denk niet Lamborghini drivers. Today I'm gonna show you how to get free Robux. Hallo. 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 Huh? Hallo. China. Kijk eens aan, hier gaan wij iets naar binnen, dames en heren. Het is wel een heel lijp attractie. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er eng uit. Test Driver Dream. Gaat hier in zo'n Formule 1 wagen waarschijnlijk zitten, echt lijp. Gekke cinema hall, moet je kijken dan. Kijk, het tune. Wauw. Wat ben jij, team Ferrari of team Lamborghini? Ferrari. McLaren of Ferrari? Ferrari. Ja? Ferrari of Corvette? Chevrolet. Corvette. Zo, dat was dus een soort van simulator waar je dus in zat met Formule 1. Ik vind dat zo lijp, hè. Pap, we moeten een keer naar Formule 1 gaan. Ja, zeker. Zouden we altijd dat doen? Nooit van gekomen. We moeten gewoon een keer doen. Dat is zo lijp. Het is hier dus een hele dome met allemaal attracties. Hier heb je dus zo'n kinderachtbaan. Daar heb je een soort van draaimolen. Hier heb je een Indian schema. Hier kun je kartrijden. Ik wil kartrijden. 60 dirham. 15 euro nog om te karten. Dan betaal je al 100 euro aan een ticket in Ferrari World. En dan moet je nog 20 euro gaan dokken om alleen te karten erbij. Jongen, ik vind Ferrari World dus leuk. Maar het is niet het geld waard. Zeker niet. Dan kun je beter andere leukere dingen doen in Dubai. Want Ferrari World zit maar 2 achtbanen en that's it. Dat is wel, ja, het is echt weggegooid geld, vind ik zelf. Want die Formula Rosa is ook leuk, maar niet zo keikort. Ja, één keer leuk. Ja, voor de rest.
Die is wel vet, daar wil ik wel eens in gaan. Kijk dan, die gaat zo. Wow, maar daar gaat hij weer dan. Die gaan wij doen, let's go. En die achtbaan daar komt gewoon uit een anus en gaan de anus weer in. Maar die is dus helaas gesloten, Piet Jan Paul. Ik vind het zo jammer. Ik wil voor jullie strijden zoveel leuke footage hebben in de achtbaan. Maar ja, jammer dat het allemaal niet kan. Hè. Bijna, ik snap het wel, maar we bijna huilen, let's go. Oh, hier gaan we, let's go. Voor de flink afgeschoten, zo de Jen en vooral, wow, gast, yo, holy tit, ja, dat was het dan weer. Vond jij deze? Hij was leuk. Te kort. Ja, hij was echt te kort, hè. Zijn daar een uur de rij voor nog geen 3 seconden, hallo. Nee, hij gaat zeg maar, je wordt afgevuurd, en die is dicht. En echt gescand. Hallo, goed. Hallo. Holland, Maaskantje. Het is een geen start, geen tijd. Yes. Er staat er helemaal niks van, maar ja. Op. Oké, dames en heren, we hebben hier goed licht, dus we gaan even goed spelen. Wie het snelste Formule 1 band kan wisselen. Oké, we gaan even handschoenen aandoen. Waarom moet je handschoenen? Als je vinger speciaal te maken. Als je vinger ertussen komt, ben je toch niet gezien. Glasses. Goggles. Goggles. Daar. Goggles. Ja. Zijn naam is Goggles. Nee, Goggles. Oké, hij gaat het wiel wisselen nou. De motor gaat down. Je move the tire en dan rollen. Get down her tire, lift the tire. Ah, dat gaat helemaal goed komen, joh. Then, do like this. Knop anders. Tie it back the neck. Oké? Oké. En Monster Soup gaat beginnen. 1, 2, 3, go! Waar is de schroef? Waar is de schroef? Waar is de schroef? Ja, die moet je er wel bij houden. Ik weet niet waar de schroef is. Ja, dat is het belangrijkste van de hele wisseling. Go. Ik was mijn schroef kwijt. Oké, okay, kom op, jongen. Ik kan niet tegen mij verlies, dames en heren. Ach ja, het is maar een domme band. Ja, ja die schroef, daar hij de eerste keer op. Ik had hem zo snel ook eraf en erop. Vloog gewoon door de ruimte. Ja, echt. Ja, maar die had je naast je. Ja, maar, die, ja. Dat is heel... maar ik verwacht niet dat als ik een schroef eruit, dat hij zo ver rond. Eerlijk, hij ging echt ver. Ja. Hij ging gewoon aan de andere kant van de voorbuitenband. Dat is de hele setup. Ja. Voor de rest ging het allemaal keisnel erop, knop, aanduwen. En gaan we Lamborghini rijden. Heb je dus deze achtbaan met dat vliegtuig, die dus buiten ook helemaal over de kop en alles gaat, is die dicht. Dan ga ik liever de booster in de Kermis Nederland, jongen. Dat is nog leuk ook. Deze attractie is ook al gesloten. Wij worden genaaid in Ferrari World. Ik ga naar Lamborghini World. I love Lamborghini. Iedereen koopt Lamborghini. De snelste achtbaan ter wereld gaan wij in. Oké, dames en heren. Ik heb mijn GoPro mee. Ik denk niet dat ik mag filmen, maar ik ga mijn uiterste best doen voor jullie. Ik heb een harnas om. Het zou legaal moeten zijn, maar ik snap het wel, omdat de snelste achtbaan ter wereld is, dat misschien niet waar, maar ik ga het ook doen. Aanschouw, de snelste achtbaan ter wereld. Hallo. Hallo. Kom, jongen. Kom. Oeh, ik ben helemaal opgehuifd, dat. Helemaal lijf. Oh, hier kom je binnen, jongens. The world's fastest coaster. Maar ja, ik ben niet bang. Hoe kom je erbij, hè? Ik ben niet bang. Ik ben een keertje eerder naar Dubai geweest in 2018, en toen was ik er al 1 keer in geweest. Ja, en nu ben ik nog steeds bang. Maar ik hoop dat de GoPro lukt, jongens. Kom. Wat duur jij lang, jongen? Ja, jij mag er niet in, helaas. Kom lopen. Oh, daar is hij. Niemand durft in deze attractie omdat hij gewoon zo hard en snel gaat. Oh, kijk dan hier, gast. Oh, daar gaat hij. Kijk dan, al die Arabieren gaan er ook gewoon helemaal in. Die denken van even, hè. No loose items or cameras of any kind allowed to be worn on this ride. Fuck. Ik zit dus te denken om een GoPro misschien onder mijn t-shirt te doen en dan mijn t-shirt zo naar boven te doen. Maar ik ben bang. Oké, we moeten alle telefoons, camera's, alles in de kluis zetten. Ik hou deze gewoon om deze GoPro. Ik hoop het. Ik hoop echt dat ik mee mag. Anders ben ik bang. Moet het weer stiekem doen. Oké, later boys. Ik ben bang. Jongens, no joke. Deze ging zo ontiegelijk hard. Je kreeg de eerste 3 seconden gewoon geen adem door die 4G-kracht. Dat is niet normaal. Naarmate ging die wel langzamer. Maar alsnog, ik snap wel waarom je die bril op nodig hebt. Jeetje. Ik vind het zo jammer, dames en heren. Kijk hoe leuk dit eruit zag, gast. Dit was echt ziek, jongens. Kijk dan. We hebben hem wel gedaan, dames en heren. Let's go. Jongen, echt. Dat ding is zoveel 4G-kracht dat je bijna op je muil gaat. Hey. Ja, dat is echt niet normaal. Echt ziek, jongens. Hou het is. Dit was echt ziek, jongen. Dat begin, echt tranen. Dan denk je echt gewoon, je krijgt helemaal geen adem. Dat is echt zo ziek. Ik denk niet dat jij hierin durft. Ja, dat valt wel. Nou, dit is wel echt heftig, hoor. Ik krijg gewoon de eerste 2 seconden gewoon geen adem. Van duim. Zo hard gaat hij, omdat dat 4G zo hard kracht. 4G.
5G, 10G kun je het wel noemen, joh. Niet normaal. Loop weer tussen twee Ferrari-vrachtwagens. We gaan het gewoon nog een keer doen. De wereldsnelste achtbaan in. Let's go. Bloed uit je hersenen verliezen. Ik heb een bodystrip op. En dat is puur voor achtbanen alles gemaakt. Hij zei, ik ga praten met de manager. Hier heb je een nummer. Bel hem even. En dan misschien kan het wel. Maar ik snap het wel. Als zo'n GoPro naar achter je komt, dan gaat het gewoon recht door schedel heen. Kijk eens aan. Hier komt hij. Kunnen jullie zien hoe hard hij optrekt vanaf het begin hier? Dat is niet normaal, jongen. Er zit een kettingspanning achter. Kijk dan. Boom. Zo, gat, dat is echt ziek, jongen. Blijven eraan is waarom dit de snelste is. Hij gaat in totaal 241 km per uur. Maat. Ja, hè, gaaf. Gast, dat is echt ik snap maar gewoon je bril nodig. Ik heb alleen een vogel in bak zien kijken. Maar hij gaat helemaal goed komen. Volgens mij kijkt iedereen mij aan van achter. Maar hij is helemaal bij de mos. Oké, dames en heren. Tweede keer was het in donker. En dat was ook echt ziek, hoor. Maar ik moet zeggen, vanochtend leek het voor mij doen harder dat hij ging. Maar dat is 241 km per uur. Holy tieten, gast. Schot, man, nu zo. Nu gaat de buurman. Man. Nou, we gaan toch naar Lamborghini, hoor. Ja, wie loopt Lamborghini? Zoals ze zeggen, Ferrari World Abu Dhabi ziet er aan de buitenkant mooier uit dan aan de binnenkant. Ja, dat zei iedereen, de gids hier ook. Ferrari World ziet er van buiten heel mooi uit, maar van binnen en train, ik zou het niet doen. Onze mening natuurlijk. Kan altijd proberen, maar het is zwak. En die Formula Rose staat een uur in de wacht. Dat is binnen 2 seconden voorbij. Zo, de booster, kermisattracties, 10 keer leukerder. Moet je eens kijken, we zijn nu in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Landen aangekomen. En kijk even wat een uitzichtje daar hebt. Niet normaal. Daar zit trouwens het paleis. En dat paleis daar woont dus zeg maar de baas, soort van de president. Maar in de Emiraten is dat anders weer, soort van de baas van Abu Dhabi. En ik vind het zo apart. Hier zit gewoon gras, terwijl het gewoon allemaal woestijn gewoon is. Oh, die gebouwen daar zijn lijp, maat. Toch wel de meest gereden auto hier in Dubai en Abu Dhabi zie ik toch altijd is een G-Wagon van Mercedes. Maar dit is niet zomaar, dit is een Brabus, gast. Oh, kijk die grill ook, man. Wat ziek. Hier ook een hele mooie Bentley. Nee, ik ga carspot. Ik wil... Je hebt Dubai Mall en Abu Dhabi. En dan ga je in de winkelstraat in beneden. Vind ik helemaal saai. Ik ga liever carspot hier buiten. Veel mooier, maar allemaal dikke auto's. Ik ben helemaal verliefd op auto's. Ook weer zijn materiaal, ik vind het helemaal mooi. Yo, waar zijn wij? Is dit een hotel of wat? Ja, een hotel, een paleis is dit. Ah, gast, dat dit een hotel is, maat. Nou, oh, Van der Valk. Wow. Kijk dit hierboven, gast. Niet normaal. Dit is een grote Van der Valk hotel. Ik voel me hier helemaal niet gepast of zo. Ik ben echt zo'n boer, jongen, die een cola blikje openmaakt. Ik voelde me echt wel helemaal aangekeken dat ik open moest maken. Maat, kijk dan hoe zie ik hier. Mooi, joh. Winkcentrum Boenzel. You ain't gonna tell me that that is a boom die hier groeit. Dat meen je niet. Maat, gewoon een echte palmboom. Mijn moestuintje is al binnen 1 dag dood. Wow. Oh mijn god, dit is waar wij echt de hele vakantie op geilen. Dit, hoe heet dit nou? Ice cream rolls. Dat maakt ze hard en dan helemaal... Nee, dat is lekker, hè? Ik word echt obesitas hierover. Een mooie mapje. Zullen we eerst ijs eten en dan ontbijt? Oké, welcome back. We're first... Oh, dit is lekker, maat. Ijsrolls. Kijk dan, dames en heren. Ik heb een broodje besteld en dan gaan ze dus allemaal lekkere dingetjes in doen. Ziet er super lekker uit, hè. Het is een soort van opengemaakte tilbal en dan gaan ze allemaal lekkere foefjes en alles in doen. Oh, kijk hoe sapsig dit is, jongens. Ho, lekker. We gaan wel hoe je de in godsnaam moet gaan vreten. Ik denk gewoon 1 grote blowjob bal. We gaan het gewoon proberen. Let's go. Kijk eens. Ah, thank you, sir. Wauw, wat een lekker dingetje is dit. Oh, moet je kijken. Lekker, jongen. Hoe ga je dit in godsnaam eten, jongens? Ik zie het wel. Nou, we gaan het eens proberen, dames en heren. Ja, hoe moet je dit eten in godsnaam? Ja. Wat raar. Dat is het. Niet lekker. Ik vind veel dingen lekker, maar dit is een soort deeg. Of een verbrande deeg met heel veel zout. En? Ja, lekker. Lekker. Je moet alleen hier proberen. Hier. Ja, dit ziet er al... Ja, veel saus dit, ja. Heb je nou echt gewoon Burger King als ontbijt? Nou, wat heeft hij genomen? En wat is dit? Een soort slof, of wat? Dikke Jonko. Hey, I'm gonna play with that Burger King. Doe maar die zitten even in een Arabische McDonald's te kijken. Kijk wat ze hier allemaal voor hamburgers hebben. Ik wil continue. Spicy crunchy chicken, the mushroom beef. Kijk dan, quarter pounder with cheese. Ja, dat is nog normaal. Grilled chicken snack wrap. Hier dan, chicken curry rice boil. Oh, ze hebben hier gewoon pokeballs in de McDonald's. Getuned. Ik wil een Happy Meal. Let's go, zoei. Je kunt zelfs een banaan hier in de McDonald's kopen. Maat, nee joh. Oké, dames en heren. We gaan de flight simulator, we gaan de booster in. Die kermisattractie. En dit wordt goede poeien. Nou, dames en heren, we hebben betaald. En ik ga ons daar meenemen op iets. En hij weet er helemaal niks van. Nou, dames en heren, dit is de attractie des... Ui. We hebben dus een VR-bril op. En dit ziet er zo onstabiel uit. Kijk dan, het zit niet eens vast. Nee, dat is...
fijn dat jullie een stukje hebben gezien. Het slaat echt helemaal nergens. Hoe vond jij het? Hey? Hoe vond jij het? Slaat helemaal nergens op. Heb je niet gefilmd? Dat filmpje kun je niet filmen. Het was wel grappig. Je gaat helemaal attractie en dan woe, en links en rechts. Een soort van reuzenrad, ja. Dat was wel een goede tune, hè? Dat was wel leuk. Ja, thank you, sir. Weet je wat wel grappig is? Jullie hebben allemaal van die squirtende fonteinen. Ik vroeg dus aan zo'n Indiër van, do you know where the dancing fonteins are? Dus dit zijn de dancing fonteins. Hij zei, the what? Ik zei, dancing fonteins. Hoor je? Na een kwartier praten, oh, you mean dancing fonteins? Ik zeg, ja, dancing fonteins. Toen zei hij, oh, the dancing fonteins. That's here, the dancing fonteins. The dancing fonteins. Oh, die Indiërs, I love the accent. I love it. Baby girl, I love it. Proef naar chloorwater. Hey, je hebt al voedselvergiftiging, dus maakt niet uit. En dan meteen iemand ruut. Meteen iemand fluiten. Ja. Meteen. Meteen. Leg één voetje op het gras. Meteen. Ja. Ruut. Oh, dit is heel eng, dames en heren. Ik zweer het jullie, wij komen net de kamer binnen. Ik doe mijn camera aan. Oh, jongens, kijk dit. Moet je kijken wat er op bed staat. Met die enge pop op het bed, dat hebben die mensen hier gedaan. Ja. Zie je dat, die pop. Kijk dan hoe ze die pop op het bed hebben gezet. Dat is toch niet normaal, hè? Hoe staat die? There's a snake in my boot. Hoe kan deze pop staan? Dit lukt nooit. Oh, hoe is dit mogelijk? Hoe eng is dit, gast? Wauw, wauw, wauw. Het is momenteel 2:30 s'nachts. Ik ben nog steeds aan het editen. En ik moet zeggen, ik weet niet of jullie het aan mij zien. Waarschijnlijk wel, maar ik ben echt helemaal verwoest, jongen, op vakantie. Voor mij is het nooit echt helemaal lekker genieten op vakantie. Want ik ben meestal op vakantie het meest gestrest dan ooit. Omdat ik gewoon puur mijn video's niet op tijd online kan krijgen. En dat heeft puur te maken met zulke shit wifi. Ik moet echt iets verzinnen in de toekomst, waardoor ik gewoon, wifi is voor mij gewoon echt een, ik heb gewoon wifi nodig. Het liefst leef ik zonder wifi, maar ik heb gewoon echt voor mij, wat ik doe, gewoon wifi nodig. En in het buitenland heb je altijd aardappel wifi. Wij in Nederland zijn altijd gewend aan dikke glasvezel en alles, maar dames en heren, ik ga even lekker verder editen de hele nacht door om de video voor jullie strijders af te krijgen. Ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om in de Monster Gang te horen. Zou ik echt super erg waarderen. Grab some merch, monstershoe.nl en dan zien jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.